We staan hier in de bibliotheek van Sint-Niklaas, waar op dit moment een tentoonstelling over Hendrik Conscience loopt. Hendrik Conscience is 200 jaar geleden geboren en we vonden dat het tijd was om het eens in de kijkers te stellen. Het is een project, een stedelijk project, dat door heel wat verenigingen wordt ondersteund en het hele programma aanvult. Een van de belangrijkste stukken hier in de tentoonstelling gaat over De Loteling, het boek dat Conscience schreef in het begin van de 19e eeuw. Het gaat over het begin van de 19e eeuw en daarin wordt het systeem van De Loteling aangekaart. En ook hier in Sint-Niklaas had dat zijn effect op de jongens die hun dienstplicht moesten gaan vervullen bij de nationale militie. Er zijn nog heel wat andere activiteiten die op het programma staan, waaronder een poppentheatervoorstelling, een filmvoorstelling, een literaire wandeling, een literair ontbijt, nog een mooie lezing. Voor mensen die daar meer over willen weten, die kunnen terecht op de website van de bibliotheek en dat is www.biep.sintniklaas.be.